Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, Danny Schilderwerken, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Businessclub Hogeveen. Het duel tussen Fitboys en Hogeveen. Normaal altijd een lastige uitwedstrijd voor de Hogeveeners. Maar ja, Fitboys 2 punten slechts behaald, maar geen enkele overwinning. En stevend dus af op degradatie naar de vierde klasse. Ideaal moment dus, ja, het zeer wisselvallig Hogeveen om wat zelfvertrouwen te tanken. 9e minuut. Martijn de Vries. Prima, bal verlengd. En dan komt de bal voor de voeten van Ivo van Ewijk. En lijkt het 1-0 te zijn, maar het doelpunt wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Door scheidsrechter Rolf van der Molen. Nou, kijk hier. Tja. Bij lange na natuurlijk geen buitenspel. Ondanks dat de camera niet op één lijn stond, konden we dit toch wel heel duidelijk zien. Ja, scheep gevlaagd door Ronald Post, zullen we maar zeggen. Hier de inzet van Marco Zanting. En dan de corner van Marcel Lintos. Zitten we inmiddels in de 30ste minuut al. Er gebeurt werkelijk helemaal niets. Dan 3 minuten later opnieuw een corner Hogeveen. Marco Zanting. Keeper heeft de bal niet vast. Nou, klutsituatie. Kreeft en dan komt de bal voor de voeten van Ismaël Oetjan. En is het dan toch 0-1 in een dramatische wedstrijd. Protesten, even onduidelijkheid. Gaat het wel door het doelpunt? Ja, het lijkt er toch op dat Oetjan buiten spel staat. Kijk, als je hier kijkt, nou dan kan het bijna niet anders dan het buiten spel is. Maar goed, grensrechter van Fitboys vlagt niet. En dus de 0-1 voor Hogeveen. Hier de inzet van Sander van Veen. En dat was het laatste wapenfeit van een zeer teleurstellende eerste helft. Nou, dan hoop je dat het de tweede helft beter gaat. En dat die tweede helft begint met dit rolletje van Twan Reinders. Maar het gaat bij Hogeveen vervolgens van kwaad tot erger. Balverlies Marcel Lindhorst. Arjan Keizer probeert het maar eens. Arjan Keizer en die bal die gaat maar rakelings over de lat. Slot. Och, wat slordig, wat slordig. En ja, dan had Matthijs Bonnen hier natuurlijk ook meer mee kunnen doen. Ja, en zo verdient de hekkensluiter eigenlijk gewoon de gelijkmaker. Hier komt best slordig. En dan uiteindelijk de inzet van Jelmer van Dijk. Nou, dan toch even ongeveer aan de andere kant. Kobes met de voorzet. Nou, inzet Jan ten Katen. Dan zitten we inmiddels in de 64ste minuut. Fitboys blijft het proberen en verdient de gelijkmaker. Lars Hilbert, de invaller. En een zwalkende Hogeveen ontsnapt. Nou, 4 minuten later. Uittrap slot. En opnieuw Fitboys. En opnieuw Lars Hilberts. Wordt er gevlacht voor buitenspel. Niet gefloten in eerste instantie. En is de bal ook een prooi voor slot. Ja, dan gewoon even wat humor. Het is Mike Jonink die geblesseerd is. Kijk. En dan denkt Jacob van Vaassen. Nou, het is heerlijk weer. Ik ga maar eens even heerlijk in het zonnetje zitten. Ja, Jon moet het dan af met de brancard. Of hij daar nou zo gelukkig van wordt. Ja, kelderklasse ten top. En dat was het voetbal ook vanmiddag. Vrije trap van Fitboys. Oh, wat dit hem dan? Oh, wat een enorme kans voor Fitboys.
Dan zitten we inmiddels in de blessuretijd. Vrije trap, Santing. Oetjan. Oeh, gaat doelman Niels van der West grabbelen. Maar kan invaller Boy Schoonewille uiteindelijk geen treffer maken. Schoonewille die debuteerde. Nou, dan komt Bes in de fout. Blokt het inzet van Hilbers. Hilbers opnieuw. En dan is daar de redding van Slot. We zitten inmiddels in de 10e minuut van de blessuretijd. Corner Santing. Oh, West het grabbelt. En dan is het uiteindelijk de bal die van de lijn wordt gehaald. Maar Hogeveen, ja, het wint in misschien wel de slechtste wedstrijd in jaren. Het was echt dramatisch wat de ploeg van Niels van 't Hoog liet zien. Marco Santing zei vorige week al na de 1-1 tegen Klasineveen dat de koppen bij elkaar waren gestoken. Nou goed, dat resulteerde in een puntje tegen Klasineveen. Vandaag wel 3 punten tegen Fit Boys. Maar als dit zo verder gaat met een echt futloos Hogeveen, dan gaat het seizoen natuurlijk als een nachtkaas uit. Volgende week wacht concurrent FC Ommen thuis op het Bentingspark. Ja, en dan moet het echt anders.